Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij. Super leuk dat jullie kijken. Nou, een heel andere intro even vandaag. By the way, welke dag leven we, Steve? Welke dag is het vandaag? Donderdag 26. Ja, nou, vandaag is donderdag. Wij hebben mijn kast zitten opruimen. Hier zien jullie bijvoorbeeld pumps van Louboutin. Even kijken, deze bijvoorbeeld heb ik ooit bij Harrods gekocht. Ze zijn echt super nice. En zoals jullie zien aan de binnenkant, ik heb ze echt letterlijk, serieus, zonder grap, 1 keer aangehad naar een etentje. En that's it. En hier heb je ook mijn Louboutin Snickers. Waar ik mega gek op was. Ik weet niet wat hier aan de onderkant aan de hand is, maar die moet ik even schoon gaan maken. Maar voor de rest zijn ze ook helemaal picture perfect. Deze laarsjes bijvoorbeeld heb ik, had ik ze vorig jaar of de jaar ervoor? Anderhalf jaar, vorig jaar. Begin vorig jaar gekocht. En ik heb deze ook echt 3 keer of zo aangehad. Echt zo zonde. Deze Yeezys heb ik ook echt letterlijk, kijk aan de onderkant. Zoals jullie zien, letterlijk 1 keer aangehad. En dat is gewoon 10 minuten buiten. Nou, dit zijn mijn fave Snickers ever. Maar ik ga ze toch wachten. Alles wat jullie hier zien gaat op Vinted. Ik ga een Vinted account aanmaken. En Steve heeft mij geholpen met al mijn kleding sorteren. Ik heb hier ook nog deze Balmain laarsjes. Die ik echt super gaaf vind. Maar helaas zijn mijn... Ja, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn voeten. Maar ze zijn nu te klein voor me. Ja, alles gaat op Vinted. Dus hou mijn Vinted-account in de gaten. En ik heb ook nog kinderschoenen die op Vinted gaan. Zoals jullie zien, ook helemaal nieuw. Yeezys zijn dit. Dit model is ook vorig jaar of het jaar ervoor uitgekomen. Kinderen hebben deze ook. En ik heb hier nog 1 paar liggen. Dus zonde om te houden. Ja, ik leef vandaag op. Even kijken om precies te zijn. 2 september, donderdag. Guys, ik kan gewoon niet geloven dat we al in september leven. Maar ik zeg altijd, vanaf september ben ik de gelukkigste persoon. Want ja, zoals jullie al weten, denk ik. Ik hou echt van herfst en winter. En ik ben gewoon echt een wintermens. Als ik mag kiezen tussen zon en sneeuw, ja, dan kies ik echt wel voor sneeuw. En ik weet dat er heel veel mensen nu aan het kijken zijn en denken, oké, deze chick die sport echt niet. Maar vandaag heb ik een mega lange dag. En in mijn vorige video heb ik jullie verteld dat wij gaan beginnen met het opnemen van aflevering 2 van de reality serie. Daar zijn we helaas deze week nog niet aan begonnen. Dus vandaar dat ik toch alsnog een video wil maken. Want ja, ik wil toch wel gewoon veel met jullie delen. Want vandaag ga ik weer iets leuks doen. Eigenlijk vanaf vandaag ga ik weer leuke dingen doen. En dat wil ik gewoon vastleggen op beeld. Ik heb... Zoals jullie hebben gezien op mijn Instagram misschien. Ik heb best wel veel items op Vinted gezet. Dus ik heb voor het eerst een Vinted account aangemaakt. Ik heb nu al spijt dat ik een Vinted heb aangemaakt. En dat ik gewoon niet mijn items via social icons ben gaan verkopen. Want Vinted blijkt gewoon een en al een grote oplichterij te zijn. En natuurlijk heb ik ook best wel snel heel veel items verkocht. En heel veel dames. En ik had zo een post gepost op mijn Instagram van... Ja, weet je, Vinted... Ik kreeg echt... heel veel DM berichten met Mali, kijk uit. Ik zie dat je designerspullen op Vinted hebt gezet. Want de koper heeft altijd gelijk. Het blijkt dus dat er heel veel meiden of dames of jongens of mannen of whatever zijn. Die hun spullen via Vinted hebben verkocht. En de koper die geeft aan Vinted door dat het bijvoorbeeld te laat is aangekomen. Of dat het nep is. En de koper krijgt altijd gelijk. En dat vind ik echt heel erg. En zoals jullie weten, er zijn genoeg mensen op de wereld die je graag willen oplichten. Dus ik heb gelijk mijn designerspullen eraf gehaald, tenminste de meeste, want er waren al best wel wat verkocht. Maar de meeste heb ik al eraf kunnen halen. Dus ik ga nu lekker naar de zaak en daarna ga ik door naar Den Haag. Want ik heb vandaag een afspraak voor mijn face, finally, bij Elite Skin Clinic. Shade gaat vandaag mij behandelen. Ik ben benieuwd welke behandeling ik krijg, maar ik ben er echt aan toe. Zoals jullie zien heb ik ook oogpad. Want ik werd vanochtend wakker en ik kon mijn ogen gewoon niet openen. En toen dacht ik, oké, ik moet uit mijn koelkast de oogpads van X-Lash eruit halen. En ze even onder mijn ogen aanbrengen. Want hierdoor word ik echt lekker wakker. En ik weet niet, het voelt altijd zo fijn aan. Nou jongens, ik ben op de zaak beland. En ik heb hier allemaal pakketjes al klaargemaakt.
Dit zijn bestellingen van uit Vinted. Deze ga ik even morgen op de post doen. Of ik laat mijn collega het op de post doen. En dan zijn deze verzonden. Ik heb hier nog een superleuk jurkje. Deze vind ik echt heel leuk. Die staat ook nog te koop. En ja, en by the way, morgen heb ik twee hele leuke gasten hier. Voor Never Have I Ever. En I'm so excited. Ik heb echt super veel zin in. En nu ga ik richting Elite Skin Clinic. Oh ja, wat ik ook wilde zeggen. Jullie weten, ik had een probleem met deze whiteboard. Dus ik heb maar zo'n papier aangeschaft gisteren. En dan kunnen we lekker met de stift erop schrijven. Het is niet anders. Ik weet echt niet waar het aan lag of waar het aan ligt. Guys, ik ben aangekomen bij de Skin Clinic. Helemaal in Den Haag. Wat we gaan doen, net als bij het gezicht, is dat we ook de lippen gaan exfoliëren. De lippen heeft natuurlijk ook dode huidcellen, hebben ook aandacht nodig. Zodat je huid gewoon lekker geëxfolieerd is. Dus lippenbalsem en serums werken dan ook veel beter. Ja. En dat het gewoon weer lekker gehydrateerd en plumpy lippen krijgt. Yes. Maar ik ben echt benieuwd. Ik voel wel tintelingen, het is echt grappig. Ja, een beetje de menthol die erin zit. Ja, precies. Het serum die gebruikt wordt, krijg je ook altijd mee naar huis na de behandeling. Mm. Zodat je de dagen daarna ook lekker met het serum nog kan blijven hydrateren. Oh, oké. Okay. Top. Ja, mijn huid was echt heel onzeffen. Jongens, dit is allemaal uit mijn huid gekomen. Gadverdamme. Dode huidcelletjes, talg, make-up restjes. Oh ja. Dat zegt hij allemaal op. Ik haat dit. Jongens, Shade haat dit. Maar ga verder. Ja. Mijn docent. Voor de, ja. Voor de hydratatie van de lippen. Ja. Ga ik gewoon lekker als, ja, als lipgloss, ja, op je lippen doen. Oké, okay, top. Dit hebben we net tijdens de behandeling ook uitgevoerd. Ja. Maar dit krijg je gewoon mee, want er zit nog best wel veel in. Oh, super. Dankjewel. Dat geeft een beetje plump effect ook. Oh, ben benieuwd. Look at this. Oh my god, jongens. Kijk hoe erg mijn huid aan het glanzen is. Ik heb dus Hydra Facial gehad. Ze hebben mijn huid helemaal gereinigd. En gehydrateerd en alles. En mijn lippen ook. Ik hoefde niks aan te schaffen qua skincare. Want ik heb eigenlijk op alles al op voorraad nog. Tenminste nog alles op voorraad. En onder deze video post ik nogmaals kliniek van, of de link van Elite Skin Clinic. En ik zit nu ongeveer anderhalf jaar bij hun. En ik ben echt heel erg tevreden. Want ik weet nog de eerste dag dat ik bij Elite Skin Clinic binnenkwam. Had ik zoveel last van best wel heftige pigmentatie in mijn gezicht. Ja, want mijn huid is echt heel erg gevoelig voor de zon. En ik heb best wel een gevoelige huid. Dat kunnen jullie nu ook wel zien. Heel snel geïrriteerd, roodheden. En ik heb volgens mij ook echt een hele dunne huid. Dus je ziet ook echt van alles en nog wat doorheen. Zoals hier mijn adertjes en zo. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. En ook een onrustige huid. Zoals jullie hier kunnen zien. But I don't care. Vroeger werd ik er echt onzeker van als mijn huid onrustig was. Niet dat ik echt een hele onrustige huid had of zo. Maar nu heb ik... Ik zit echt op mijn leeftijd dat ik denk van... Oh my god, waar maakte ik me zorgen om? Dus ik wil ook alle jonge meiden meegeven die nu aan het kijken zijn. En die onzeker zijn over hun huid. Niet onzeker zijn. Hou van jezelf zoals je bent. Alleen wat je wel moet doen is verzorg je huid heel erg goed. Reinig je huid elke dag. Ga één keer in zoveel tijd naar schoonheidsspecialisten. Of... naar huidtherapeut of wat dan ook. Dat zijn de allerbelangrijkste dingen. Echt waar. Voor de rest, ja.
Het is gewoon heel belangrijk om gewoon goed voor jezelf te zorgen. Dat is het enige wat ik jullie mee wil geven. En wat anderen van je vindt, dat moet je lekker van je afschudden. Want wat je ook doet, een ander zou altijd kritiek op je hebben. Dus let it go. En ik ga zo even naar die ene winkelcentrum hier ergens in de buurt van Den Haag. Nou guys, ik vertel jullie straks even wat ik aan heb. Ik ben een beetje te vroeg, maar ik heb er wel zin in. Zo, ik voel me net in het buitenland. Klinkt echt raar. Leef op vrijdag vandaag. Ik ben één dag verder, by the way. Ik heb snel mijn haar gekruld met de krultang van Mika. Ik ben vandaag aan het werk met mijn lieve schatten Nikita en Sophia. We hebben flyers binnen voor onze PR-pakket. Wel heel strak. Ja, maar zullen we kijken? We kunnen wel kijken. Want alleen wat ik wel wilde zeggen is, dus ik wil zeg maar hem dichtmaken met een lint. Ja. Maar wat is leuk? Een lint die wat dikker ja, is, hè? Ja, nee, dit lint dit zou is te ik niet dun. Doen. Ik zou echt wat dikker, dat is zeg maar luxe. Als je een dikker lint doet. Ja. Jongens, ik ben mijn labelprinter van Dymo 4XL aan het uitpakken. Ik wil voor jullie laten zien wat er allemaal in zit. Zo'n kabel, nog een kabel. Zo'n roller zit erbij in, wel heel klein. En dit heb ik bijvoorbeeld erbij gekocht, los. En dan zit ook nog zo'n adapter erin. Ik ben zo benieuwd naar hoe dit ding werkt. Nikita, heb je hier ooit mee gewerkt? Nee. Nee? Nee, ken je dit niet? Nee. Blijkt dus heel snel te gaan. Wat veel makkelijker is dan een printer. Ik heb even net een paar aantekeningen gemaakt en ik heb net mijn whiteboard laten vallen. Hier zien jullie ook stukjes. En hij is afgebroken. Oh my god, dit vind ik zo erg. Maar dat maakt niet uit. Ik heb zometeen een hele leuke gast. En ik ga jullie zometeen laten zien wie dat is. En straks in de middag heb ik ook weer een superleuke gast. Jongens, wij zijn klaar met werken. Onze nieuwe collega is Suzanne. Ik ken haar vanaf haar geboorte, by the way. Het is al een hele grote meid geworden. Die gaat ons ook steunen. Met Mika en dan wij zijn nu ready. We zijn klaar. We hebben vandaag 2 video's opgenomen. Ik ben inmiddels ook even omgekleed. Armine was vandaag bij ons op de zaak. Superleuke meid. Daar hebben we 2e video mee opgenomen. En nu ga ik lekker daten met Sedat, Melis en Mustafa. En de dames gaan lekker naar huis. Nou jongens, ik heb dus een bioscoop date. En daar zijn ze aangekomen. Ik ga even mijn auto parkeren hier. We gaan naar een film. En Melis is verloofde van Sedat. En het is eigenlijk de eerste keer dat we met z'n vieren op date gaan. Dus ik heb zoveel zin in. We gaan lekker naar de bio's. Daarna gaan we uit eten. En daarna gaan we naar een gamehall in Apeldoorn allemaal. Het is hartstikke gezellig. Salam alaikum allemaal. Hoe is het? Zo, het is koud hier man. Mijn auto was zo warm. Hoe is het, Melis? Goed met jou. Ook goed. Heb je zin in? Ja, jij? Ja. Nee, ik kom dit hebben. Oh, je bent echt bruin geworden. Echt? Ja, mooi. Thanks. Weet je hoeveel ik heb gestreden? Ja? Om bruin te worden? Oh, zo lief. Wat is dit? Hallo, vanuit de Griekenland. Oh, zo lief. Oh my god, het is echt schattig. Voor mij ook. Ja, tuurlijk. Oh, yeah. Het is schattig. Even kijken. Of zou ik dat nice. Wat is dit, een bakje? Nee, ja, oh, een kaars. Ja, een kaars. Zo leuk. Ja, rijdt echt super lekker. Dankjewel. Super cute. Iedereen op mijn telefoon. Wat een gezelligheid. Ik ga stuk. Waarom stop je met eten? Kou door dan, jongens. Als je het oplijkt, heb je ook die
video gezien op Facebook dat alle mannen aan de tafel zitten. Ja? En dan komt het dat allemaal stoppen met eten. Nee. Dit is echt grappig. Ze mogen niet eten van ons. Foto's, video, nu mogen jullie beginnen. Hi, hi, hi jongens, ik ben één dag verder. En in deze vlog zien jullie letterlijk alleen maar dat ik leuke dingen ga doen. Het is al middag, hoe laat is het, Rachel? Kijk, 3:30 bijna, of net geweest. Ik ben vandaag weer gezellig met Rachel. Die kennen jullie wel. En voor de mensen die het niet weten, Rachel is al een hele lange vriendin van mij. Ik ken haar al 15, 16 jaar, als het niet langer is. En wij kennen elkaar echt door en door, hè. Het is gewoon niet normaal. Maar we hebben net ijs latte karamel gehaald bij Starbucks. En je hebt deze nog nooit gedronken, hè? Nee. Oké, echt mooi. Proef even, het is echt lekker. By the way, dit is het enige wat ik haal bij Starbucks, 9 van de 10. Of ik haal ook af en toe daar een cappuccino. Nog één slokje. Ja, is echt lekker. Lekker, hè? Ja, echt zo lekker fris. Ja. En wij gaan nu richting Rotterdam. Dan gaan wij vanavond uit eten met totaal 6 man. Steve gaat gezellig mee. Kouter gaat gezellig mee. Veer gaat gezellig mee. Even kijken. Elif en Kouter en ik. Dus totaal 6. We gaan eten bij Café in the City. Dus lekker aan de sushi. En voordat we naar Café in the City gaan, gaan Rachel en ik even de stad nog in. En Steve komt misschien ons joinen. En ik neem jullie gezellig mee. Ik hoef niet echt iets te kopen in de stad. Jij wel? Heb je echt wat nodig? Moet je specifiek naar iets kijken? Ik wil eigenlijk de bronzer van Lars. Welke? Zo'n hele donkere bronzer. Ik heb die hem Laguna gezien. Die ik gebruik. En ik weet niet, ik heb hem gezien in Oberhausen. Als Sephora. Jij die wil, die heb ik voor jou. Die hoef je niet te halen. Ik weet, we zullen het zo zien in de stad. Ja, als jij die wilt, dan die heb ik wel voor jou. Dus die hoef je echt niet te halen. Maar bij Sephora Oberhausen was die uitverkocht. Ja, ik denk dat het echt Laguna is. Want Laguna is of niet? Nee, Laguna is best verkochte bronzer van Nars. Ja, en dat is echt mijn favoriete bronzer. En dan zou het die wel moeten zijn, ja. Ja, dus we zien wel. En we gaan nu rijden, dus ik ga ook stoppen met vloggen.